Ja, ik was heel blij. Ik was echt heel blij. Want het was de tweede keer dat ik meedeed aan de selectie. Dus ik was wel blij toen ik werd toegelaten. Wanneer wist je dat je was geplaatst? Volgens mij was dat 15 april. Toen kregen we een mailtje van StudyLink. Volgens mij kreeg ik een mailtje met een rangnummer. En ja, met het rapport erbij. Ja, met een rapport erbij. En dan 250 mensen werden eigenlijk begin aangenomen. En er zijn altijd natuurlijk nog mensen die dan afvallen uiteindelijk. En dan worden al die plaatsen weer opgeschoven. En dan heb je, als je dan begin niet geplaatst bent, dan heb je daarna ook nog kans. Weet je nog hoe je reageerde toen je de uitslag hoorde? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik zat toen op het werk. Toen heb ik echt staan gillen, want het was voor mij al de derde keer dat ik meedeed. Dus ik was echt zielsgelukkig. Meteen iedereen gebeld van yes, ik ben het. Natuurlijk was ik super blij. Mijn ouders heel blij. Die zijn beide ook fysiotherapeuten. Dus die vonden het wel leuk en een beetje trots van, hey, kijk, onze zoon is ook aangenomen bij de opleiding. Dus. Ja, ik was heel blij. Ik was echt heel blij. Want het was de tweede keer dat ik meedeed aan de selectie. Dus ik was blij toen ik werd toegelaten. Ja, ik was echt heel blij. Ik ging gelijk alles regelen en ik was heel blij op het laatste moment. Ja. Ja. Ik had ook zoiets van, ik wilde eigenlijk mijn plan B wilde ik helemaal nee, niet. Nee, ik ook niet. Dus, ik was echt wel heel blij, ja. Ja. Ja, op dat moment, hoe heb je het gevierd? Ja, met vrienden denk ik, 's avonds. Wat zou je hebben gedaan als je niet was geplaatst? Ja, voor mij was het, ik had me eigenlijk opgegeven pas later voor verpleegkunde. Het was meer om een soort overstap te maken dat ik al ergens begon in de zorg. Maar ja, voor mij was het toch wel het doel om bij de BMA op de medische hulpverlening te komen. Ik ben vol voor deze opleiding gegaan. Ik heb geen plan B gemaakt. Hiervoor ga ik. En als dit niet lukt, zie ik dan wel. Misschien ga ik het volgend jaar weer proberen. Misschien niet de beste keuze geweest, maar het is goed uitgekomen. En ik ben er blij mee nog steeds. Ja, mijn plan B was dan om social work te gaan doen. Toch wel met mensen en ook wel een hele andere opleiding. Ja, best wel anders. Ja. Maar daar heb je ook wel een beetje een stukje psychologie deel in. Ja. En dan ik dacht ik, ja, dan ga ik dat wel doen. Dan zie ik daarna wel weer. Ja. Vorig jaar ben ik niet geplaatst en heb ik ervoor gekozen om een jaartje te gaan werken. Ik heb de opleiding tandartsassistent hiervoor gedaan. Mocht dit hem ook niet worden, dan had ik er volgens mij toch wel voor gekozen om mijn laatste kans te gaan proberen. En om mij alsnog aan te gaan melden voor de studie mondzorgkunde. Ja, ik heb altijd als tandartsassistente gewerkt. Dus ik denk dat ik was blijven werken en me dan via cursussen had verder geschoold. Wat is jouw gouden tip voor aankomende studenten bij het maken van plan B? Maak er één. Ga een plan B maken. Het komt niet altijd zo even goed uit als dat je hoopt of dat je denkt. Ik heb zelf geen plan B gemaakt en achteraf gezien was het wel heel handig geweest. Je hebt 3 selectiepogingen. Dus je mag zeker 3 keer meedoen aan de selectie van mondzorgkunde van een andere opleiding. Dus mocht het dit jaar niet worden, dan kun je het volgend jaar nog een keer gaan proberen. Ja, ik denk dat je sowieso altijd moet doen wat je leuk vindt. Dus dat je heel goed moet nagaan welke studie anders nog meer bij je aansluit en wat je toekomstbeeld of plan is. En dat je daarin gewoon vooral veel open dagen moet bezoeken en vooral misschien een studiekeuzetest gaan doen. Inderdaad, goed inlezen. Als je op de middelbare school zit, heb je altijd wel een decaan. Kun je ook altijd mee praten. Ja, inderdaad, wel echt goed nadenken of dit echt de opleiding is die wat je wil doen. En of er misschien ook andere opties zijn die wat je ook leuk zou vinden. Ook niet al je hoop zeg maar, op één plan storten. Ja, je kan altijd een tussenjaar doen, maar het is op zich wel fijn als je plan B ook leuk vindt. Ja. En ik denk ook gewoon lekker zoveel mogelijk open dagen en zo bezoeken. Ja, dat je wel echt ook zeker bent van je keuze, ook voor je plan B.